Op de Albert Cuypmarkt staat ze bekend als Beppie. En anderen noemen haar oma of het boze vrouwtje. Een bejaarde vrouw die al 10 jaar vloekend en scheldend over de Albert Cuypmarkt wandelt, is sinds 2 mei niet meer gezien. De marktkooplui maken zich zorgen. Ben jij verlaat dat rapport in de prullenbak? Ben je asociale schochten met je grote bekken? Ja, ik mis haar. Ja. Ze loopt hier elke dag over de markt. Maar ik heb haar nou een paar weken al niet gezien, ja. Ik heb haar een tijd al niet meer gezien. En je kwam hier altijd tegen. En er reden wel eens mensen op de fiets op de Albert Cuyp en dan mopperden ze tegen. Of ze werd onvergelopen. Dus het was, ze mopperden wel erg gauw. We hebben er al een klein maandje, anderhalve maand niet gezien. En normaal is het vaste prik, iedere ochtend 11 uur, 10:15, dat ze langsloopt. Nou, je weet het riddeltje wel een beetje mopper op toeristen, mensen die in de weg lopen, mensen die fietsen. Alles wat je maar fout doet. Ik weet het niet waar ze is precies. Het is een agressief typetje. Het is, als je wat tegen haar zegt of goeiemorgen of wat dan ook, dan zegt ze, bemoei je er niet mee. En dan gaat ze schelden en vloeken en tieren. Goedemorgen. Zo de mythologie even. Ja, ik mis er wel, ja. Ja. Dus. Nou, laten we hopen dat alles goed is. Ja, ik hoop het, ja.